Breda Nu. Je weet het meteen. Dit jaar wordt de Chris van Vaassenpenning voor de 24e keer uitgereikt. Wie wint het dit jaar de vrijwilligerspenning voor 2016? Welke vrijwilliger maakt het verschil en welke vrijwilliger wint de aanmoedigingsprijs? De winnaar van de Chris van Vaassenpenning 2016 is André Roelands. Net voor het 15-jarig jubileum in 2017 krijgen ze de bekroning die ze eerder niet kregen. Voor heel veel mensen die aangepast kunnen en willen sporten in onze stad, maken jullie het met heel veel vrijwilligers mogelijk. Stichting Bas, van harte gefeliciteerd. Wat is uw motivatie om dit vrijwilligerswerk te doen? Wat maakt het voor u zo bijzonder om dat te mogen doen? Ja, ik ben er gewoon eenmaal aan begonnen en ik ben er gewoon verslaafd aan geraakt. Dit is eigenlijk een verslaving. En vindt u nou ook dat meer mensen vrijwilligerswerk moeten doen? Ja, dat zou wel fijn zijn. Want wij hebben nou wel heel veel vrijwilligers, gelukkig op de Blauwe Kamer. Maar dat is, nou, ja, hoe meer mensen daar zich voor inzetten, ja, hoe beter het is eigenlijk. Helaas heeft u de prijs niet gewonnen. Bent u teleurgesteld? Nee hoor, ik ben helemaal niet teleurgesteld. Want ik ben eigenlijk al gelukkig met die nominatie. Die nominatie die eigenlijk niet alleen voor mij is, maar voor heel de Verwendag, vrijwilligers, maar ook buurtbewoners. Wat vinden jullie ervan? €250 hebben jullie gewonnen? Heel bijzonder. Want echt nooit verwacht. Heel bijzonder. Ja, we zijn echt heel dankbaar. Ja. Wat gaan jullie doen met het gewonnen geld? Nou, we willen heel graag een locatie dat we vanuit één vaste plek verder kunnen werken. Vrijwilligers bij Bas? Nou, binnen Stichting Bas is de vrijwilliger heel belangrijk. Zeker voor de doelgroep die wij laten recreëren. Want dat zijn hoofdzakelijk mensen van zeer laag niveau en gemiddeld niveau. We hebben ze in verschillende klassificaties. En wat het mooie ervan is, alle vrijwilligers zijn zo betrokken dat ze er wekelijks zijn. En dan ook nog 10 maanden van het jaar. En we zagen net 2 vrijwilligers die al 10 jaar lang in dienst zijn? Ja, die waren dit jaar toevallig 10 jaar vrijwilliger. Eentje was Simon, die zit op de bowling. En dan Guus is de teamleider van het zeildans op de dinsdagavond. Tegen de Bredaanse mensen die misschien ook graag vrijwilligerswerk willen doen? Nou, ik zou gewoon zeggen, gewoon doen, want je weet gewoon niet wat je mist. Nou, wat ik wel zou willen zeggen, en zeker tegen vrijwilligers uit wijken, van misschien is het ook wel leuk om hetgeen wat wij doen, Verwendag in wijken te organiseren voor buurtbewoners, om het ook op te pakken. Schrik niet van vrijwilligerswerk, het haalt echt heel veel moois omhoog, dus je moet het echt doen. Ja, je leert gewoon heel veel nieuwe mensen kennen en
Ja, je bouwt gewoon een band op met elkaar en dat is zo...